Ja, daar is die dan. De Ferrari-carrière met Sebastian Vettel. Het heeft op zich zitten wachten, want het Formule 1, de 2015 seizoen is er gewoon al afgelopen. Maar we starten er gewoon nog even heen. 2016 begint aankomende maandag, het ligt eraan natuurlijk aan. Wanneer je dit bekijkt, het begint aankomende maandag al. Maar wij gaan nog lekker Formule 1 2015 carrière starten met Ferrari. Je ziet dat ik even de instellingen verander en dan... Dan kan het seizoen lekker gaan beginnen. Oh, wat heb ik er zin in. Qualifying for the Australian Grand Prix should be getting underway shortly. We'll soon learn the true performance of these cars out on track. What can we expect to see in the following session? Well, I think we're all expecting the Mercedes power unit to be particularly strong this year, so I wouldn't be surprised to see them at the front. But I wouldn't discount Red Bull or Ferrari just yet. We know they have the talent and the resources to react to any problem, so although they may be playing catch-up, I would expect them to bring some major upgrades pretty early, maybe before we even get back to Europe. Nou, laat die kwalificatie maar beginnen. Natuurlijk op de option tires. We doen gewoon een one-shot qualifying. Ik ga daar niet te lang op te treuzelen. De aflevering moet ook niet te lang blijven. Ik wil het gewoon zo net iets onder een kwartier houden. Nou, we gaan lekker door die eerste bocht. We hebben gewoon de snelste. Staan we op dit moment de eerste 10 seconden. DRS'je aan. Laat remmen. Kroeg insturen. We moeten natuurlijk die Mercedes achter ons houden. En hopelijk dit hele seizoen. We beginnen dus op Australië. Dan gaan we naar Maleisië, waar dus in het echte Ferrari ook won. In 2015. En we zien dat hier de eerste sector is ook gewoon het snelste. We staan nog steeds eerste. Dat is zeer gemakkelijk. Nou, derde race China, vierde race Bahrein, daar kunnen we naar opkijken in de eerste vier afleveringen. Het wordt ook gewoon, hoe kan ik het best uitleggen, een race per aflevering. De tweede aflevering wordt ook gewoon Maleisië. En hier, huppakee, tweede sector, ook snelste tijd. Gaat lekker doorrammen. Het zal toch wel mooi zijn, hè. Die Ferrari, even lekkere pole positions pakken. Dat is toch wel wat je altijd wil, hè. Net zoals vroeger. Ferrari het meest succesvolle team namelijk in de Formule 1. Laatste jaren, volgens mij de laatste keer 2007 dat er een Ferrari kampioen werd. En dat was Kimi Räikkönen op één punt. Nou, dan gaan we over het rechte stuk komen. En dan gaan we zien dat wij gewoon even bam, pole position. Ja. Dat is een lekkere binnenkomen. We mogen gelijk van vooraan starten. Kijk, Vettel. Hier met zijn race engineer denk ik dat het is. Hij is tevreden. Hij is zeer tevreden. Pole position. Kijk, hier zien we het staan. En dan ons teamgenoot Kimi op 4. Goed begin. Nou, daar zijn we dan. De grande finale op Australië. De seizoensopener. Het begin van een seizoen. En je ziet het al staan. Nummer 5. Sebastian Vettel. Op pole position. De perfecte plek. En vooral ook voor Vettel. Vettel is een echte pole position. Oh jee, wat doet die mevrouw dan? Vettel is een echt iemand die van pole position gewoon door kan rijden. Het is een echte wegrijder. Volgens mij ook, ja, afgelopen jaar ook op Singapore. Je ziet, hij begint op pole position en dan wint hem makkelijk. Hopelijk kunnen we dat ook nu laten zien. Bij de race. Oh, het wordt wel spannend ook, denk ik, hopelijk. Nou, dat weet ik niet, maar ik denk dat het wel spannend wordt. Twee Mercedes achter me. We gaan het zien, hier. Laat de start maar beginnen. 5 red lights. And away we go. Oeh, slechte start, slechte start. Rosberg is vele malen sneller weg. Dan moet ik hem hier in de eerste bocht er buiten langs. Het is een niet zo heel lang stuk naar het rechte stuk. En ja, dan krijg ik wel een kort touchetje. Ja, warning. Ik had dat eigenlijk beter kunnen doen. Maar ja, ik sta nog steeds eerste. En dan moet ik nu aan beginnen met wegrijden. Lijkt mij. Kijken hoe lang de Mercedes er nog achter me kunnen blijven. Of dat ze moves gaan doen, dat ze voor me willen komen. Ik rijd gewoon mijn eigen tempo. En kijken maar als ze het kunnen bijhouden. Hier, kijk. Eerste sector gewoon natuurlijk het snelste. Had je ook niet langer kunnen verwachten. Als je gewoon als eerste start en je komt als eerste ook bij de eerste sector, heb je ook gewoon de snelste eerste sector tijd.
gewoon nu tempo maken, tempo maken. Eerste ronde wegrijden. Ik rij gewoon nog steeds op standaard mix. Daarmee ik hoef nog niet echt meer fuel te gaan gebruiken. Misschien ga ik dat wanneer ik mijn pitstop heb gehad, wanneer ik eruit kom, als ik dan misschien even voorbij iemand moet komen of zo, omdat ze in de weg rijden, omdat je de pit hebt gehad, dan zou ik hem misschien even op rit zetten. Maar op dit moment gewoon rustig doorrammeren. Nou, hup, laatste twee bochtjes, dan gaan we het rechte stuk op. En dan hebben we de eerste ronde al gehad van de 15. Het is namelijk een 25% race gewoon. Ik ga jullie niet te lang laten kijken. Kijk eens, kijk. Nou, dan zitten we al in ronde 7 en dan mag het meeste pit gemaakt, ronde 7. Dan is de pitstop voor, dan staat mij eigenlijk bij Ferrari crew klaar dus om mij hopelijk snel mijn vier bandjes om te wisselen voor vier nieuwe, wel de primes. Iets minder snelle band dan de options, maar ja, je moet omwisselen, zijn de regels. Nou kijk, ik kom zelfs nog gewoon, ik ben zelfs terug voordat Rosberg überhaupt bij zijn pitcrew is. En kijken waar ik dan terugkom. Nou, ik zie dat Kvyat de leiding gaat nemen. Ja, en daar blijft het eigenlijk gewoon bij, hè. Kvyat, die gaat er als enige voorbij. En ik kom gewoon, als tweede terug. En dan, dan moet ik het even snel een rondje neerzetten. Dit moet even met turbo. Gelukkig rijden geen wens in de weg. Ik had het nu een te sloom rondje eigenlijk neerzet. En stel voor Rosberg, die kan er opeens heel dichtbij komen. Misschien zelfs een DRS range en dan kan het nog een hele race worden. Dus ik moet gewoon nu even de tempo erin gooien. Maar ja, ik kan er nu niet even sloom aandoen en ik ga hem even winnen. Je moet altijd gewoon bij Formule 1 gefocust blijven. Eén foutje, dan kan het duur te zo staan. Stel je voor, ik rijd zo naartoe en ik vergeet even, ik rem iets te laat. Dat kan, ja. Nou, als je dat kan gebeuren als je niet gefocust bent, nou dan kom je als eerste in de grindbak. Nou, de grindbak is echt, daar rij je zo slang doorheen. Ja, dat kost echt zo 2 seconden. En 2 seconden is zoveel in de Formule 1 wereld. Ja, daar word je echt gewoon niet blij van hoe Rob Geus dat altijd zegt. Daar word je gewoon niet blij van. Dus je moet altijd gewoon gefocust blijven in de Formule 1. Je ziet dat ik zelfs gewoon echt dat gat met Kvyat goed dichtrijd. Maar hij moet zelfs de pit in. En dan gaan we over het rechterstuk. En dan hou ik gewoon nog mijn voorsprong vast. Nou, dat is dan mooi gedaan. En dan kijken we nu even naar het gevecht van Hamilton en Rosberg. Die is natuurlijk het gevecht voor plaats te weven. We kijken nu live met Rosberg mee. Die zet hem gewoon even goed naast hier in de binnenbocht. Dan denk je, ja, dat heb je. Nee hoor, kijk. Huppakee. Hamilton komt er eens even langs. Kan hij het nog een keer proberen? Hij gaat het nog een keer proberen. Gooit hem er links naast. Dan moet hij er nu wel buitenom bij bocht nummer 4.
Het lukt dat, dat lukt niet. Het is bocht nummer 3, dit is bocht nummer 4. Excuses. Nou, ze blijven naast elkaar rijden. Mooi duel. Kijk, hoppakee. En dan is Hamilton er uiteindelijk dus gewoon weer voorlangs. Dan weer iets verder in dat duel. Je ziet dat Kimi een beetje kan aansluiten. Dus ze rijden, ze zitten eigenlijk elkaar niet sneller te maken, maar slomer. Op dit moment is, dat moet ik bij vertellen, Marcus Ericsson is gecrashed. En dat zag je er net ook even kort, gele vlaggen. Dus daar moeten ze op letten. Je ziet hem daar rijden. En dan kijk, dan denk ik dat, dit snap ik niet. Kijk wat Rosberg doet. Oh, 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 Nico Rosberg. Ja, Hamilton, die heeft de helft van zijn voorvleugel niet meer. Die gaat die grindbak in. En dan staat opeens Kimi Räikkönen tweede. 1-2 Ferrari. En die 1-2 Ferrari, daar blijft het ook bij. Dit is de uitslag van de race. De eerste race op Albert Park in Australië. Vettel 1, Räikkönen 2, Massa 3. Dat is het podium. Goed podium. Onze Nederlandse trots is Max Verstappen 7e. En voor Lewis Hamilton, die uiteindelijk dus 8e werd. Ah, dit is een goed begin. Heel lekker begin. En dat is dan ook gelijk het einde van de eerste aflevering. Hopelijk hebben jullie genoten. En tot Maleisië.